Als er weer zo'n man in het rood-wit op het ijs verschijnt, maar dan uit Oostenrijk. En dat is Christian Emminger. Derde rijder van zijn land. Trainingsfanaticus noemen ze het daar. De tegenstander is Behruddin Mertovic. Die staat links in uw beeld. Dat is die lange jongen uit Joegoslavië. En wij gaan de tijd vergelijken. De tijden vergelijken van Emminger en Shalai. Emminger is een goede wielrenner. Met als specialiteit het rijden tegen de berg op. 5 graden vorst op het ijs. De lucht daar nog steeds boven. Nou, ik heb het gevoel dat ik in een dikke vorst zit op het ogenblik. Maar... wat kan Emminger? Meter. 52-6. Frits 53-2. Gaan naar de kilometer. Emminger, 1,25,5. Schalei, 1,27,1. De schaatssituatie in Oostenrijk is wat de top betreft vrij redelijk geregeld. De ploeg wordt gesponsord door een computerbedrijf. Men heeft dat vrij goed opgezet. Alleen de top is onvoorstelbaar klein. 4 man, daarachter zit nog... een 2-3 jongens die mee kunnen, maar meer ook niet. Ik zou ze vragen schaatsen voor de VIA, maar je hebt die opgeslaan. De volgende tijd van Emminger is 1.58.9. De Oostenrijkers hebben in ieder geval voor een noviteit gezorgd in de voorbereiding van het schaatsseizoen door in de zomermaanden in de warmte te gaan trainen. Ze zijn toen op Mallorca begonnen. Nieuws. Daar ben ik. Emminger. 2,32,5. Waar Frits 2,34,2 had. Dus hij blijft voortdurend 1/17 seconde daaronder. Emminger goes now 3 seconds faster than Harder, and Harder is 916. 2200 meter voor Christian Emminger gaan in 305,5. 305,5. Waar Frits had 307,6. Oh, het gaat nu ineens hard zoals de temperatuur. Harder goes 4 seconds faster than Harder. 325,2 voor Berdewitsch. Berdewitsch 325,2. Frits had 341,4 bij de passage 2600 meter. 338,3 voor Emminger. 32,7. De basis van het schaatsen in Oostenrijk is gelegd door Pieter Muller. Een Amerikaan die graag trainen met zijn vrouw, Lia Polis. En Günther Schumacher heeft dat moeten overnemen. Daar is men niet al te gelukkig mee. Men wil eigenlijk Muller weer terug. Die is thans bar-eigenaar in Illinois ergens. Maar hij heeft ook weer kriebels. Wil ook weer terug naar het schaap. Emminger. 14-8. Waar Frits 14-6 had.
Deze heren rijden op een, of Emmingen rijdt de tijd op het ogenblik van Malkoff. En hier krijgen we de eerste lap. En die gebeurt zo rond de 3400 meter. Hemmingen 4:43.4. Hij gaat crescendo, zoals dat heet. Hij zit op een hartjes van tijd. En ook nog gelijk met de tijd van Malkoff. Dus het kan nog, en we hebben zo direct nog Sacherin hoor. Waarvan wij ons gisteren afvroegen, waarom zetten de Russen die man zo achterin helemaal? Hemmingen bij 16-2. En daarmee is die slechts een kleine seconde langzamer dan Vergeer. En we zijn al door die befaamde 3000 meter grens heen. Want we gaan nu naar 4200 meter, vrienden. Kijken wat hij nog meer kan. meter, Christian Hemmingen, 5:49.5. 1/3 seconde achter Vergeer, dus hij koers nog ruim onder de 7 minuten. En dat doet hij dus echt achter in het startveld. Dat kwam vroeger nooit voor dat je zoiets had. We krijgen de bel voor de Oostenrijker in 6:23.1. Dat is een prachtige tijd hoor, met een rondje 33. Maar die gaat ook onder de 7 minuten rijden. Die tijd boven in Wildstraat, die kunt u vergeten, die is absoluut niet van belang. Het gaat om het presteren van een Oostenrijker die dan misschien niet de naam mag hebben omdat Hatschi en misschien ook Jäger die naam hebben. Maar hij rijdt hier een 5 kilometer waar je echt een punt aan mag zuigen. En dat geldt voor een heleboel rijders vandaag. Die 5 kilometer van vandaag moet u opslaan in uw persoonlijk archiefje. Want dat was er een die telt voor jaren. Eindtijd hier. 6:56.93. Nieuw record persoonlijk. Nieuw Oostenrijks record. En dan mag een sportman blij zijn zoals Hemmingen nu is. Geen verval geweest in zijn race. Keurig doorgereden. Schema gereden. Techniek blijven gebruiken, niet in paniek raken. En dan is 6:56 is natuurlijk iets prachtigs om te zien hoor. He? Ja, dat is werkelijk een formidabele tijd. Het is de derde tijd op de 5000 meter tot nu toe gereden. Alleen Vergeer en Mosin, en die laatste zelfs een fractie maar, waren sneller dan deze jonge Christian Hemmingen. Maar hij is dan weer sneller dan een Bokjev, dan een Silk, dan een Malkoff, dan een Gustafsson, om maar eens een paar kanjers van namen te noemen. Nee, een persoonlijk succes voor Christian Hemmingen. Zonder enige twijfel, die zich hier zeer, zeer sterk manifesteert. Een beetje tegenviel op die 500 meter met de 29e plek. Maar zich hier dan toch wel heel, heel sterk in de kijker rijdt. Met een derde positie voorlopig in het klassement van de 5000 meter. En inmiddels de finish van de Joegoslaaf Nerdovic in 7:55.25. En ook dat, dames en heren, is een persoonlijk record. En bovendien een nieuw nationaal record voor Joegoslavia. Wij gaan ons opmaken voor, ja, de laatste rit waarvan wij tenminste denken dat die echt van belang is. Terwijl we dan even geconfronteerd worden met het tussenklassement van die 5 kilometer. Bevestiging van wat ik u net vertelde. Hemmingen, de derde tijd. En kijk eens even aan, zeg, 5 man onder de 7 minuten en dan nog eens 5 met 7 blank. Het is niet te geloven, ja. Dit kan ik me heel goed begrijpen, vreugde in het Oostenrijkse kamp. En daarvoor zorgt dan Christian Hemmingen. Prachtig gedaan. Goed, ik zeg dat wij ons gaan opmaken voor de laatste